dat doe ik normaal, gewoon de wilde natuur. Dit is eigenlijk de getemde natuur, hier in een tuintje. En, dit is wel heel leuk, omdat je hier ook een aantal planten in kan zetten die je in het wild niet zo gauw vindt. Zoals lieve vrouw Bedstro, ja. Mijn favoriet. Dat is nou zo fantastisch lekker van smaak. Ik zal even een blaadje plukken. Ja, maar die heb ik niet in mijn tuin. Nee. Het is lieve vrouw Bedstro. Dat is natuurlijk een balkon. Als je zo doet en je wacht heel even, dan ruik je een hele duidelijke karamel honing toffie geur. Zo. Ah, ja. Lieve vrouw Bedstro. Lieve vrouw Bedstro. Door de cumarine die daarin zit. Oké. En als je dit in water doet en je kookt het, dan krijg je dus een heel aromatisch watertje. En als je dat met geleisuiker kookt, dan krijg je een lief vrouw Bedstro gelei. En dat is zo fantastisch van smaak. Okay. Als iemand dat proeft, het is dus gewoon dat groene blad, als iemand het proeft en die zegt, oh, wat heb je hier allemaal ingedaan? Ik proef honing, ik proef karamel, ik proef kameel. Maar het is dus gewoon alleen dit ene plaat. Oké. En het verhaal is dat Maria, natuurlijk, op dit stro in die herberg lag. Oké. En dat stro zo dankbaar was door haar heilige iets, dat die... misschien rook Maria altijd heel lekker, omdat ze zo heilig was. Dus dat daarom zo enorm lekker ging geuren. En nog steeds zo geuren. Oké, okay. Wat een leuk verhaal. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk bij al die planten. Die hebben allemaal zo'n verhaal. Dat in de middeleeuwen snapten mensen het niet zo goed hoe iets nu zat. En iedereen was toen heel erg geneigd om... religieuze betekenis toe te kennen aan van alles. Leuk. We hebben hier een beschuitje met lieve vrouw Bedstro gelei. Dus alleen dat plantje. Dus takjes, bladeren in een pannetje water. En dan 10 minuten laten koken. En dan de blaadjes eruit vissen met geleisuiker. En dan krijg je dus dit spul. En dan proef je het. Heel erg lekker. De stof die hierin zit, de werkzame stof die ook die lekkere smaak geeft, dat is cumarine. Dat zit ook in reukgras. Een pasgemaaid hooi. Dat heeft een fantastische geur, die cumarine. En dat zit hier dus ook in. Sommige mensen zeggen cumarine. Ik heb bloedverdunners die zo heten. En dat klopt, dat cumarine, als je er heel veel van neemt, verdunt het je bloed. Zo wordt het ook toegepast. En ook boeren die koeien hebben lopen op weilanden met heel veel reukgras... Als het al te veel is, dan kunnen die koeien blauwe plekken krijgen en bloedingen. Omdat het dus bloedverdunnend werkt. Maar zo'n paar beschuitjes kan geen enkel kwaad.